Hey kijkers van The Gamer Games en welkom bij deze nieuwe GTA 4 serie. Of serie, het is een video. Het is wel ook... daar begint het gedonder weer al. Nou, vooruit dan. Nico, how are you doing? This is so much fun. You know, Roman, what? I haven't been having that much fun since I got here. Has been a lot like hard work. Well, you should hang out with your cousin more often. Maybe that is the problem. I'm sitting here with Brucey. Well, we're sitting here and calling the cops and watching them show up and look around. They're fucking stupid bastards. You shouldn't cry wolf, Roman. Who knows when you'll really need help? Fuck, I think they see us. Have to call Nico. Okay, dat sloeg werkelijk nergens op. Nou ja, in ieder geval, welkom bij weer een nieuwe GTA video, deel 8. En wij gingen weer een klusje doen bij Vlad. Vorige keer hadden we ook een klusje gedaan met die Chinees. You're going to have your license revoked. What? My friend, smoking in a bar is a crime. Plain and simple. Well, you're joking, right? This is a joke. You're playing hey, a joke on me. Mallory, tell Fatty his cousin is okay. He just walked in. Great girl. Yeah? Stay away from her. Of course. Now listen. You did good with the peasant the other day. But now one more peasant is trying to avoid pain. Who? Moskovsky jerk who owns the laundry in the Masterson Street. Thinks in this country business is done differently. Says he will call cops on us. Okay. So? Jerk needs to be taught a lesson. Give him a beating. Let him know might is right. Hey! Stop that smoking back there! Marshal! Easy, buddy. Go on. Do what you gotta do. But remember, you see a cop, you don't know me. I see anyone, I don't know you. Ho, ho. Алло, Влад говорит. Да, да, что ты хочешь? Быстрее, я очень занят. Я... Even kijken dan, hoor. Wat moeten we... Oh, het staat gewoon op de radar. Ik weet niet waar ik mee bezig was nu net. Maar we gaan even deze auto... Hey, wat ga jij nou mee doen? Oh ja, ik ben nog steeds een beetje verkouden. Dus soms moet ik even hoesten. Oké, mensen, doe even je oren dicht. Want ik moet nu even hoesten en dat is misschien even wel hard geluid. Komt ie. Oké. Dankjewel dat het mocht. Mensen. Oh, kijk eens even. We gaan een wasmachine. We gaan onze kleren even wassen hier. Uitstappen. Zo. I have a message from Vlad. Shit! Stay away from me! Hey, kijk nou toch eens uit. Je moet die wasmand niet op mij gooien. Kom hier jij. Nee. Snel, Nico, in die auto. Wat? God. Ga nou eens in die auto. Oké, snel. We gaan die gast pakken. Oké, nu moet ik echt niet verkeerd rijden. Hier naartoe. Oh, nee, ja. Nee, dat meen je niet. Ga. Shit. Nee, dat meen je niet. Oh, serieus. Ja, ja. Mooi. Ik hoop dat we hem nog in kunnen halen. Waarschijnlijk niet meer. En dan is onze missie gefaald. Man. Oh, daar ben ik niet blij mee dan. Oh. Ah. Jeetje zeg, wat een auto hier. Waar is hij nou? Ik ben hem echt kwijt. Volgens mij, ja, ik zie hem daar in de verte. Met een bus. Ja, oh, nee. Oeh, bijna uit de bocht gevlogen. Volgens mij ging hij hierin. En dat deed hij ook. En hier moet ik ook weer afslaan. Oh, nee. Waar ben ik toch mee bezig, joh? Ik ben echt slecht vandaag. Ongelooflijk. Oh ja, en ook nog even over Weekly Animated. Ik doe geen Black Ops meer, want daar zit waarschijnlijk daar zit copyright op. En dat vind ik best wel raar. Tenminste, op de campaign zit copyright en op multiplayer niet. Oké, dat snap ik echt. Nee, niet dus. Dat is ook, ik vind het echt heel raar.
En ik vind het jammer, want ik had er wel zin in die serie, of niet die animated. Dus ja, dat is een beetje spijtig, weet je. Oh, dat was politie. Waar blijft die gast nou? Hij rijdt daar, ik zie hem. En af. Kijk, oh. Wat moeten we eigenlijk met hem doen? Moet ik hem net doodschieten of zo? Of? Ik weet het niet. Ik blijf maar gewoon achter hem aanrijden. Dan gaat hij vast wel een keer ergens uit de bocht vliegen of zo. Zoals nu. Oké, nu hebben we hem. Moeten we... Ik weet niet wat ik moet doen. Moet ik hem doodschieten of zo? Ik ga gewoon voor hem staan zodat hij niet weg kan. Pull over your van! Nee. Je mag niet weggaan. Volgens mij moet hij niet dood, want hij moet nog geld betalen. Dus ja. En als ik hem doodschiet, kan hij geen geld meer betalen. Ah, you're making this harder for both of us. Zo, nu staat hij vast. Volgens mij moet ik wel iets met hem doen, alleen ik weet niet wat. Wacht, ik krijg gewoon. Ik beuk gewoon zijn auto en dan de grote. Zo. Are you enjoying yourself, asshole? Zodat hij niet meer kan rijden, dan moet hij wel uitstappen. Bam. Volgens mij hebben we het gehaald. Ja, kijk eens aan. Ik wist dat ik hem niet moest neerschieten, want ja, hij moet betalen. En als je dood bent, kan je niet meer betalen. Dat is best wel logisch en goed gezien van mij. Ja, daar ben ik trots op. Wat ben ik toch goed. Oké, wat een troldag vandaag zeg. Oh ja, maar dus ik ga op Wheelie Animated, doe ik voorlopig even een opslaan, zo. Doe ik voorlopig even, nou, die auto, daar ga ik niet meer mee rijden. Oké, nu ga ik het echt zeggen, doe ik voorlopig even een Minecraft custom map, eigenlijk een parcours. I spoke to the laundromat owner. Daar rijdt politie. He gets the message. Dus ik ga maar even aan de kant. I like your style. You can be an intimidating guy. Oh, sorry mensen. Maar ik was bezig met iets te zeggen. De parkour map doe ik nou even. The Last Jump Hero. Op Weekly Animated. En alleen ik ga nog wel, ik ga een ander spel doen. Want er wordt al zoveel Minecraft gedaan op Weekly Animated. Oh nee ja. Shit, politie. Oké, we moeten daar heen. Ik ga hier gewoon naar boven. Hoppa. Dus, maar ja, omdat Black Ops niet meer kan, heb ik even geen ander spel. Tenminste, om op te nemen. En wat leuk is om op te nemen. Dus ja, dan moet ik maar even. En dan kijk ik naar een ander spel. Tenminste, dan zoek ik een ander spel om op te nemen. En dan zullen jullie dat wel zien verschijnen op Weekly Animated. Dus abonneer ook even op hem. Ja. Hartstikke leuk. En nu moeten we weg zien te geraken van de politie. Dus rijden, Nico. Oké, hier gaan we even stoppen. Zo. En, kom op. Kwijtraken. Jee, we zijn ze kwijtgeraakt. Nu gaan wij. Moeten wij nog even naar flat, zeker? Ik denk het wel, we moeten het geld. Little Jacob. Oké, vooruit dan. Yo Nico, wak wan. Je mag eigenlijk helemaal niet bellen achter het stuur, Nico. Dat weet je toch wel, hè? Sure, I was looking to branch out a bit anyway. I'll see you soon. Oh, ik heb echt van die vervelende kriebelhoest. Dat is echt heel vervelend, mensen. Ik gun het jullie niet. Nou ja, je gunt het niemand om ziek te zijn, toch? Ik ben van niet. Zo, wij rijden even met volle vaart terug naar Vlaat in deze familieauto. Over op elke auto staat bij het nummerbord staat de Liberty City. Oké. Ik weet niet waarom, want dan is het niet echt een uniek nummerbord, toch? Als je dan geflitst wordt, dan zijn er nog hartstikke veel auto's over die een boete kunnen krijgen.
zou wel zijn zeggen als er iemand geflitst wordt dat jij moet een boete betalen omdat je hetzelfde nummerbord hebt. Maar dat werkt niet, dat soort dingen. Dus even kijken, waar moet ik naartoe? Hier hebben we een van de benzinestation. Daar moeten we niet naartoe. Want die auto hier... Wow. Oké, dat was raar. En ik ga maar snel wachten dat mijn auto ook ontploft, want dat willen we niet. En hoe het kwam? Nou, Joost mag het weten. Ik weet het echt niet. Kijk eens even, we zijn er alweer bijna. En ja, ik heb niet zoveel te vertellen. Maar we gaan weer naar Vlad. Wat heeft hij nou weer te vertellen? Waarschijnlijk wil hij alleen maar zijn geld. Hey Frank, where can I get you? Ah, Yoko, there you are. Okay. Vlad. Come on, let's go for a walk, okay? Right. Okay, come on. I don't even like that. Ik ga niet met hem lopen. Where are we going? To my car. Why? Because of your cousin owed me a lot of money, and until he pays me, you're fresh off the boat. Excuse your me. Ass is mine. What the fuck you mean, why? Hey, you are a pretty relaxed guy, huh, Vlad? Come on. Bonavince, stare, Vidmark. Come on, Yoko. What's wrong with you? You gonna jump me? No, I had a late night last night. Spent it with Mikhail. Great. Yeah, wild. Yeah, I guess you're right. That's so who the hell point. Is Mikhail? Hey, Mikhail's the man. Shit, my nose is bleeding. Is my nose bleeding? No, not yet. Fuck this. Come on. Wait! I'm walking here. Wait the fuck Let's go. Okay, hij is echt een beetje gestoord. City, always trying to run you down, huh? Ik haat hem ook. Hey man, can I borrow get dollars? A job, hey, you deadbeat truckhead! Just a little change, man! Man, hey, where do these people whoa, get up? Whoa. Like I'm gonna pay for their drug habits! Well, say something! You are so fucking laid back! Moron! Come on! Serieus, gaat hij nou nog snuiven ook? Hij is echt een rare gast. We walked all the way over here so you could snort coke. No, listen. Sorry. Het is niet anders. That's better. Man, Michael gets the good stuff. It's got some laxative in it though. Gives you a stomach problem. Kom maar van die stomme ziektes. Nice deep. Je kan er niks yeah, mee. Yeah, listen. Where were we? I don't know. Oh, yeah. So, I need you to head up to Duke's and get a car for me. It's a silver police. And it's packed in the projects by EIC subway station. Okay? Sure. You yeah. got keys? No. Yokel, I need you to take the car. Asshole owes Mikhail some money. Take his car instead, huh? We're gonna drive over there? What? How are we gonna drive over there? No. You're gonna take the train, buddy. You think I wanna be in the car with a peasant? Come on. I'm gonna go meet somebody. Have a little okay. party. Okay. Hij is echt vervelend. Ik snap niet dat Nico nog gewoon klusjes voor hem doet. Snap ik echt niet. Ik vind hem vervelend. Go to the subway station. Nee, dat doen we niet. Ik ga eerst naar huis. Wij gaan slapen. Dat gaan wij doen. Is het hier al? Nee, het is hier niet. Het is hierin. En daar is het wel. Ik zie daar die rode deur, die mooie rode deur. En dan die trap daarboven. Dan komen wij weer in het appartementje van Nico. Aha. Ik hoop eigenlijk wel dat we kunnen slapen, volgens mij niet. Dat zou wel vervelend zijn. En. Nee. Maar ik ga nu geen dingen meer doen, geen missie meer doen. Dat is niet leuk. Weet je wat, ik sluit hier de aflevering af. En dan zie ik jullie graag weer terug de volgende keer bij meer GTA 4. En dan vraag ik jullie om natuurlijk eventjes te abonneren als je nog niet geabonneerd bent. Nico doet mooi dansen. Doe daarom ook even op het groene duimpje klikken. En laat ook even een reactie achter. En dan zeg ik voor nu, doei!